Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hilbert Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe was mijn dagje Efteling? Ja, vlogs lopen een beetje achter. Is weer het een en ander gebeurd. Maar we gaan gewoon door, hoe moeilijk het ook is. Het is echt een rampjaar 2024. Maar goed, in ieder geval, we gaan verder. Hoe was de Efteling? Nou, de Efteling was heel leuk. Maar toch heb ik weer een paar kritische dingetjes. Niet veel, want ik heb echt een hele leuke dag gehad. We gaan het niet hebben over de puinhoop in de Efteling. De vele schuttingen. De bouwputten. Het opbouwen. De vrachtwagens die er rijden. Daar gaan we het niet over hebben. Ik wou het even hebben over roken. Ja, roken. Nou, je hebt tegenwoordig in de Efteling heb je rookplekken, heb je. Helemaal goed. Ik hou me er gewoon netjes aan. Ik rook niet in de Efteling, buiten de rookplekken. Ik hou me gewoon netjes, hou me aan de regels. En sta je te roken en op een gegeven moment was dat, bij Droomvlucht was dat. Jullie hebben het ook in de vlog gezien. De Efteling is een ecologisch onzin park geworden. Ja, ik vind ecologisch vind ik gewoon ik vind het gewoon belachelijk allemaal. Zonneschermen, zonnepanelen, weet ik veel, allemaal duurzaam, allemaal onzin allemaal. Maar dan ben ik bij de Droomvlucht in de Rokersurge en wat zie ik daar tot mijn stomme verbazing midden op de dag in de zon. Gewoon alle lampen branden. Ja, maar dat vond ik wel heel erg raar. Als de Efteling zo'n duurzaam park is en zo ontzettend oppast met het milieu en alle toestanden eromheen, dan moeten ze ook een beetje daarop letten en de lampen gewoon uitdoen. Het staat een beetje slordig, Efteling. Dat wel. Voor de rest heb ik ook nog een incident gehad bij de rokersplek. Weet ik even niet meer gauw waar dat precies was. Volgens mij was dat bij de Python, was dat bij de rokersplek. Nee, daar was het ook niet. Want het was, rookplek bij de Python, dat is een open plek. Dus, nou, het zal ergens in het park geweest zijn, in ieder geval was het. De beveiliging kwam opeens op ons af. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Ik zei, dit is een rookplek. Voor mij sta ik hier gewoon een checkie te roken eventjes. Ja, ik ben een kettingroker. Ik weet het, jongens. Ik rook gewoon. Ik heb er gewoon lak aan. Ik rook gewoon. Geen gedonder, geen gezeik. Gewoon roken. We ruiken een wietlucht. Ruiken we. Ja, kan ook door de beplanting komen. Je hebt wel eens bepaalde planten die ruiken ook wel heel erg. Die hebben diezelfde hele sterke lucht als als wiet. Zo'n hele sterke penetrante lucht is dat. Dus met wiet is dat eigenlijk ook zo. Ja. Ik moet auto rijden. Ik gebruik die troep niet. En ik moet ook auto rijden. Dus ik kan die gebruiken. Ik vind wiet vind ik gewoon onzin. Rotzooi. Troep. Ik vind het ook erg dat ik rook. Het wordt steeds moeilijker gemaakt voor mensen om te roken. De prijs gaat omhoog. Je mag nergens meer roken tegenwoordig. Zelfs in de buitenlucht, in de Efteling, mag je niet meer roken. Ik vind het echt schandalig, vind ik het. Maar goed, in ieder geval, ik rook niet. Dus ik rook wel, maar ik bloot niet. Dus jammer. Mij zou je niet kunnen betrappen op een blootje in ieder geval. Ik vind het rotzooi, vind ik het. Jij komt uit Rotterdam. Nou, toen was het wel weer leuk. Toen deed hij zo zijn benen. Zijn been deed hij zo omhoog, zo. Au. Deed hij zijn been omhoog, deed hij. En dan, hij zegt, kijk, ik hoor dat jij uit Rotterdam komt. Ja, ik ben ook voor Feyenoord. Dus het was wel leuk. Dus maar, de beveiliging houdt dus rekening mee. Als je bloot in de Efteling, dat je daar kan worden op aangesproken door de beveiliging. Want je mag dus niet blowen in het park. Ja.
Voor mij maakt het niet uit. Voor mij mag ze 100 keer langskomen. Ik bloot toch niet. Dus ja, voor mij maakt het uit. Het enige wat ik doe is een peukje roken. En ja, meer doe ik eigenlijk niet. Voor de rest echt een hele leuke dag gehad hoor. Echt een hele leuke dag. Ja, op het laatste. Ik dacht dat ik het nog opgenomen had. Maar ik heb al mijn filmmateriaal terug zitten kijken. Ja, ik kreeg ineens last van mijn maag. Dus ik heb nog een half uur bij de Fata Morgana op de wc gezeten. Want ik kreeg echt kramp. Dat heb ik wel eens vaker. Heb ik dat wel eens. Als ik dan te grossig of te snel gegeten heb. Dan krijg ik maagkrampen. Dus dan, ja, dan houdt dat op een gegeven moment even op. Dan moet ik naar de wc toe. Dus voor de rest echt een hele leuke dag gehad met Joost en met Kevin. Super. We gaan na de vakantie gaan we gauw weer terug. Want ja, in de zomervakantie ga ik nooit. Want ik heb een hekel aan zomervakanties. Dan is het echt paupertje druk. En sta je gewoon 2,5 uur, 3 uur te wachten in de wachtrij voor een attractie. En daar heb ik gewoon geen zin in. Dan ga ik liever niet. En dan ga ik gewoon weer op het moment als alle schoolvakanties voorbij zijn. Dan is het weer lekker rustig in het park. En dan gaan wij weer gewoon lekker naar de Efteling. En dan ga ik wel weer een keer een vlogje opnemen. In ieder geval. Er komt nog wat heel leuks aan. Ik ga niet vertellen wat. Want ik weet het nog niet zeker. Want ja, mensen beloven altijd een hele hoop. En komen niks na. Maar als het goed is, ga ik binnenkort weer wat leuks doen aankomend weekend. Maar niks is zeker, dus ik ga het zeker nog niet vertellen wat het is. Eerst kijken of dat het doorgaat en dan zien we later, zien we wel weer verder. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een heel kort vlogje eventjes. Ik heb hierna heb ik nog een vlog. En daar ben ik al 2 weken te laat mee eigenlijk. Maar ik moet het ook even op mijn kanaal even kwijt natuurlijk. Dus dan ga ik de volgende vlog vertellen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje in de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Zo, op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal weer. Goed van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.